Wat is hier de regel? Even kijken, de regel staat je wel voor, toch? Ja, maar ik bedoel, welke auto rijdt eerst? Waarom niet? Film hem nog op tijd. Waar weg, vriend. Even doorlopen, alsjeblieft. We staan even te kijken wat er gebeurt. Ja, we hebben. Niet kijken. Ik zeg je nu om even door te lopen. Dankjewel. Is het verboden om hier te staan, meneer? Het is niet vrijblijvend, dit, hè? Even uit die berm en even naar de fietspad, alsjeblieft. Is dit een vordering, meneer? Mogen we hier staan, meneer? Ik weet niet wat u wilt doen. Nou, we hebben gisteren het artikel in de Volkskrant gelezen. En we schrokken er nogal van. Dus we zijn aan het filmen, hè? Ja. We hebben geen zin in pot te kijken. We zijn net gestopt door de Koninklijke Marechaussee. Hoi jongens, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Goeiedag. Mogelijk. Dag, hier Schalkwijk. Hoezo ben je aan het filmen? Ik film omdat we van controle al delete zijn en ik neem interacties met de politie altijd op. Oké. Okay. Ik hoop dat u dat niet vervelend vindt. Nee. En jullie legitimatiebewijs bij je? Zeker. Mag ik vragen op grond waarvan uw legitimatiebewijs vraagt? Ja, als je camera gaat zetten. Ik zet mijn camera niet uit omdat ik op een openbare weg ben. Je kunt beter verder praten zonder camera. Echt waar. Ik laat hem wel voor aanstaan, meneer. Okay, ja. Ga ik er ook gewoon op geven. Als je legitimatie hebt. Word ik ergens van verdacht? Ja, jullie stonden net onze controlevak te filmen. Oké. Okay. Nou, dat is ook in ieder geval jullie reden dat we jullie even staan daar, hoor. We proberen het daar ook zeg maar kenbaar te maken waarvoor we komen, maar dat is niet echt. Jullie zijn wel de ontvankelijk voor gedaan. Ja, eerder ook. Wel, ja. Aan de kant gezet of nee, niet? Dat niet. Nee. Maar jullie wel kenbaar, hoe heeft het kenbaar proberen te maken? Ja, toen we daar op dat, hoe heet dat? We stonden onderaan het talud. Ja. En wilden toen even contact maken, maar werden weggestuurd. Ja, direct dat reageerden ze niet of zo? Ja, ze reageerden wel, maar ze zeiden al direct van, we proberen uit te leggen wat we kwamen doen. Ja. Net zoals we net ook bij u hebben gedaan, ja. Maar ze zeiden direct van, ja, wegwezen, daar hebben we geen boodschap aan. Oké, apart. Ja. Nou goed, als jullie allebei even verlichte markt hebben? Ja, alsjeblieft, dat is niet jammer. Nog één keer, want volgens mij hoef ik alleen maar mijn legitimatiebewijs te laten zien als ik verdacht ben van een strafbaar feit. Dat is sowieso niet waar, want je bent hier op een luchthavengebied, een veilig risicogebied. Zeker. En daar heb ik geen eens een reden voor nodig, maar die hebben we nu wel, want jullie stonden te filmen daar. Maar officieel heb ik geen eens een reden nodig. Oké, dus u zegt dat filmen is de reden dat u mijn idee vraagt? Ja, omdat jij de veiligheidscontrole van filmen bent. Goed. Ja, hier op Schiphol werkt het iets anders. Ja, veiligheidsrisicogebied. Ik dacht dat het dan alleen ging over de bevoegdheid om te fouilleren, dat die ook veel gemakkelijker was. Zou ik gelijk, dan weet u dat ook gelijk. Ja. Geen reden nodig, maar ik zou zeggen, bijvoorbeeld je auto doorzoeken, je lucht doorzoeken, fouilleren dingen. Nou, gaat die gang. En niks te verbergen. Dus. Ja, dat geloof ik ook. We doen nog kleine controle, ja? Is goed, ja. Ja, goed, communicatief sterk. Ja, vind ik ook. Dus dan levert het meestal geen probleem op. We stonden dus in het talud naast de controle. Is dat verboden om daar te staan? Nou, is niet verboden, maar dat trekt wel onze aandacht. Nee, precies. Maar vandaar dat we ook dachten van we geven even aan waarom we hier staan. Want anders wordt het misschien aangezien als sluipen. Dat hebben ze waarschijnlijk niet begrepen. Ja. Nee. Dat koppel ik zelf al weer. Oh, maar meneer, nu we u dan toch gesproken hebben. Kunt u met uw collega's even afstemmen dat we daar zouden mogen staan dan? Als u zegt dat het mag, dan gaan we er natuurlijk de auto weer parkeren en daar staan. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus het mag wel? Als veiligheidsoverweging mag sowieso de controle niet gefilmd worden. Oké, maar als we niet filmen, zouden we er wel mogen staan? Als je alleen daar staat, is prima. Alleen dan krijg je wel dit soort dingen elke keer. Nee, dat... En uiteindelijk zal je wel verwijderd worden daar. Oké, maar heeft u contact met de controlepost daar? Jazeker. Kunt u dan even voor ons om toestemming vragen om daar te staan en te kijken? Dan zou je eerst bij onze persverlichting moeten overleggen. Ik heb een nummer voor je. Bel die eerst dan even op. Ja. Voordat jullie zelfstandig dingen gaan doen. Oké. Zou ik uw naam ook mogen? Mijn naam? Ja? Nee. Of uw stamnummer? Jazeker. 9752. 9752, oké. Goed. Wil je het nummer van de persverlichting nog hebben of niet? Ja, heel graag. Want als je daar straks weer staat, dan krijgen we weer hetzelfde verhaal. Ja. Ik ga even een stukje achteruit, ja? Is dat voor die motor, hè? Je bent net goed. Yes. Nummer? Oké. Mijn advies, bel wel eerst even, voordat jullie straks zelfstandige dingen gaan doen. Nee, precies. Dan staan we straks hier weer. Ja. En we hebben allebei gezien. Is goed, we kunnen nu gewoon verder. Fijne dag.